De Vlaamse regering zoekt maar beter naar alternatieven in het dossier van de Oosterweelverbinding. Dat zegt het onderzoeksbureau Transport and Mobility. Dat vergeleek in opdracht van Forum 2020 de groep academici en ondernemers rond Christian Leijzen het bandtracé met het Mecano-alternatief. De laatste is beter, maar toch zijn de twee nog veel te duur om te realiseren. Zo wijst de studie uit. De studie die eerder deze week al het nieuws haalde, stelt onomwonden. Het Mecano-alternatief dat een veel grotere ring rond Antwerpen bepleit, is beter dan het bandtracé om zo de Antwerpse verkeersellende deels op te lossen. Los van de kwestie of er dan bruggen of tunnels aan te pas komen. Het is een beter alternatief dan de Oosterweelverbinding, omdat ze iets meer de ring en de Kennedy-tunnel kan ontlasten. Natuurlijk, het Mecano-tracé is ook een duur tracé, goedkoper weliswaar dan de Oosterweelverbinding, maar het blijft iets heel duur. De kosten zijn groter dan de baten. Met andere woorden, beide tracés zijn veel te duur. Met Mecano verdien je op elke 100 euro investering 30 euro terug. Voor het BAM-tracé is dat slechts 20 euro. En dus zeggen de onderzoekers dat de Vlaamse regering nog het best op zoek gaat naar andere alternatieven. Men kan daarbij bijvoorbeeld denken om iets gefaseerd uit te voeren, een kleiner infrastructuurproject te beginnen, een goedkoper. En men kan ook vooral denken aan zaken als betalen voor verkeer, trajectheffingen, kilometerheffingen. We hebben gezien dat dat ook al heel veel kan oplossen. En zoiets als verkeerssturing met trajectheffing en nog enkele kleinere ingrepen in de infrastructuur kosten geen 3 miljard euro. Zoveel, rekenen de onderzoekers uit, zou een Oosterweelverbinding met tol en een verbreding van de ring kosten. Opdrachtgever Forum 2020 gaat de studie overmaken aan de Vlaamse regering. Ook al komt haar Mecano-alternatief er dus qua kostenbaten veel minder interessant uit dan dat de groep rond ondernemer Leijzen zal hebben gehoopt. Er zijn twee zaken die we ook meenemen. Dat men toch als eerste prioriteit moet investeren in verkeerssturing. Dat geeft een rappe return. En dat men waarschijnlijk wat werk moet maken om die kosten van heel dat project niet alleen te faseren, maar door heronderhandeling wat naar beneden te krijgen. De vraag nu, gaat de Vlaamse regering hiermee rekening houden? Wel, ik heb vertrouwen dat Vlaanderen een duurzaam beleid gaat voeren en dat men de juiste opties gaat nemen. Eind september neemt de Vlaamse regering een besluit rond de Oosterweelverbinding.